Ons leven is een wonder. Wat er gebeurt in ons hoofd, als we waarnemen, wat we voelen, is het resultaat van chemische reacties, van processen en stofjes, zenuwen, cellen, die in ons brein, in ons bloed, energie brengen en ons laten leven. We ervaren de tijd. We zijn er. Als je je voorstelt hoe jouw leven deel is van al het leven, de aarde, de diepe tijd van het alles, dan is jouw tijd natuurlijk maar een kleine flikkering, een incident in het grote geheel. Maar dan ga je ervan uit dat wat jij bent, dat losstaat van de rest. En dat is niet zo. Ik wil je meenemen in een reis door de tijd. En die reis, daar was jij bij. Wat jij bent, wat je eet, wat je ademt, wat je hebt, wat je doet, was er altijd al. Vanaf het moment dat energie en materie samen de dans door de tijd begonnen. Laten wij op zoek gaan naar datgene wat wij zijn. Van atoomkracht tot levenslust. En laten we de rijkdom en ervaring die de diepe tijd aan ons overdraagt, omarmen. En laten we ook een blik werpen in de toekomst en ons afvragen welke rol wij kunnen spelen in het allergrootste verhaal. Het alles. Hoe reis je door de tijd? Als je 13,8 miljard jaar, de tijd van het begin van het universum tot nu, uit zou spreiden over 13,8 kilometer, dan is de afstand van ons jaar nu tot het heden 2 millimeter groot. Kijk eens in de verte. Zie je daar dat puntje van de pijp? Dat is een energiecentrale op ongeveer 14 kilometer afstand. Nou, stel dat die 14 miljard jaar de afstand zou kunnen zijn tussen hier en die pijp. Dan is dat ongeveer het verste wat je op een heldere dag met het blote oog kunt zien. En wat is het kleinste dat je kunt zien? Als je de dikte neemt van je eigen haar, dan is dat ongeveer een tiende millimeter dik. Dat is in de verhouding van deze hele tijd 100 jaar. Zo dik is jouw hele leven vergeleken met die afstand van de totale tijd. Op deze schaal is 1 meter een miljoen jaar. Laten we deze afstand eens gaan overbruggen met de snelheid van 195 km per uur, namelijk 54 miljoen jaar per seconde. In den beginne was er alles. Versmolten tot een oneindig klein punt is alle materie en energie één. In het allerkleinste ogenblik neemt de ruimte de ruimte en neemt de tijd de tijd. De elementaire deeltjes waar wij en al het andere nog steeds uit bestaan, manifesteren zich. Protonen, neutronen, elektronen. Deze pure, razende energie spoelt in vliegende vaart het niets in. Zo opeengepakt en heet dat er de eerste 400.000 jaar nog niet de kleinste atomen zich kunnen vormen. Dan temmen de deeltjes elkaar in hecht samenspel. Ze vatten energie in tintelende ruimte, vormen zich tot atomen. Proton en neutron vormen een kern. Daaromheen suist een elektron. Stel je de kern voor, zo groot als een knikker, dan zou het elektron daar op een afstand van een kilometer omheen cirkelen. De ruimte ertussen is leeg. We noemen het materie, maar het is leegte, gevat in energie. Immense energie. Want die elektron suist in 1 miljoenste seconde 7000 miljoen keer rond de kern. Een paar honderd miljoen jaar kolkt, speelt, botst en versmelt alles. De temperatuur daalt gestaag en zo ontstaan zonnen, sterren, clusters. Het universum blijft zich uitbreiden naar alle kanten met de snelheid van het licht. Alle energie pulseert in sterrenlevens, waarin zwaartekracht de materie steeds sneller samenbrengt tot de temperatuur zo hoog oploopt dat atomen ineengedrukt worden, samensmelten en het geheel met wilde kracht weer uiteen doet spatten. Dit zijn de plekken waar nieuwe elementen geboren worden. Zwaardere atomen
met grotere kluitjes protonen en neutronen in de kern en grotere aantallen elektronen eromheen. Hechte bouwstenen voor alles wat kan zijn. De elementen van ons lichaam, het leven, het wonderlijke alles. Wat we nu ademen, wat er door ons lichaam stroomt en wat we pakken kunnen, is sterrenstof. In 9 miljard jaar zijn we zo deel geworden van eindeloos veel formaties. Van zonnestormen tot meteorietenregens. Gewelddadige experimenten. Vol atoomenergie. We hebben 2/3 van de tijd afgelegd. Je ziet nu dat de pijp een stuk dichterbij staat. We staan nu op 4,6 kilometer afstand. En 4600 miljoen jaar geleden ontstond er een ster in een rustig plekje van een sterrenstelsel waar het de tijd kon nemen voor een nieuw verhaal. Dit was een zon, onze zon. Uit de asteroïden, de kometen en het gas rondom de zon vormen zich planeten. En één ervan vindt een baan op de goede afstand, zodat er genoeg zonlicht komt, dat het niet te warm wordt voor het water om te verdampen en niet te koud om te bevriezen. Dit is de aarde. We gaan verder op onze reis door de ruimte, door de tijd. De aarde begint haar bestaan onstuimig. In een wilde botsing met ander ruimtespul breekt een stuk af dat in een baan om de aarde samenklontert tot een maan, onze maan. Door deze botsing komt de as van de aarde scheef te staan en ontstaan de seizoenen. Maan en zon brengen ons in ritme, dag en nacht, zomer en winter. Het is hier een heksenketel, alles vloeit, kookt en stroomt. Voortdurend slaan er asteroïden en kometen in. Klompen ijs die smelten tot water dat in woeste stromen gemixt wordt tot een oersoep. Hierin ontstaan, als in een eindeloos lange scheikundeproef, nieuwe combinaties van elementen. Chemische verbindingen en reacties die steeds complexer worden. Met hitte van vulkanen in de diepzee en de elektrische ontladingen van bliksem ontstaan moleculen die samenklonteren en uiteenvallen, structuren die delen, vermenigvuldigen, zich verbinden, groeien, delen, verbinden, groeien, delen. Is dat het moment? De klontjes materie in het borrelende vat gaan zelf ook borrelen. Stap voor stap krijgen we de wil om te zijn, te blijven, te groeien, meer te worden en samen te werken als cel, als team. Dit is leven. Minuscuul klein, maar onmiskenbaar. Na een miljard jaar experiment ontstaan zelfs microscopische fabriekjes waarin energie van de zon gevangen wordt voor steeds ingewikkelder chemische processen. Zonlicht wordt omgezet in levenskracht. Het afval hierbij is zuurstof. En heel geleidelijk verandert de atmosfeer. Nog 600 meter, nog 600 miljoen jaar. Met ons doel in zicht zijn we aangekomen op het moment dat het leven uit gaat waaieren. Niet langer zijn we microscopische eencelligen in de zee. We gaan bewegen. En we krijgen drang te eten, te paren. We gaan jagen, we gaan vluchten. En we groeien en kruipen het land op. We gaan ademen. De zuurstof is brandstof waarmee we wat we eten omzetten in energie om te vliegen en te lopen. De aarde kent grote veranderingen. IJstijden, momenten dat het leven bijna helemaal uitsterft. Maar ook dat varens groeien zo hoog als bomen. Paddenstoelen als huizen. Reptielen zo groot als een kraanwagen. Wat toen leefde, verbindt zich aan voedsel, groeit en vergaat. In miljoenen jaren hoopt het op, drukt zich samen onder dikke lagen van de tijd. Op de tijdschaal van 13,8 miljard jaar, uitgezet over 13,8 kilometer, komen wij, mensachtigen, pas de laatste paar meter kijken. We vinden een revolutionaire manier om energie te gebruiken. We weten het vuur te beheersen.
En door ons voedsel te verhitten, wordt het als het ware voorverteerd en komen er veel meer voedingsstoffen vrij. En zo kunnen onze hersens groeien en krijgen we meer tijd. Tijd om samen te leven, samen te werken en elkaar te helpen. Het vuur biedt bescherming en brengt ons samen om te zingen, om verhalen te vertellen in de avond. Zo begint de samenleving. Met vuur smelten we ijzer. We smeden een bijl, een zwaard, de ploeg. Zo verstevigen we onze heerschappij. We grijpen de macht. We gaan dieper en hoger. We bouwen, we graven en delven. Het gaat goed. We worden talrijk. We reizen mee met de regen, door hitte en kou. We steken oceanen over met alle winden mee. Dieren gaan voor ons dragen, slepen en sjouwen. Met hun huid en haar houden we ons warm. We vullen onze lampen met de olie van de walvis. We kappen hout, steken turf. We graven het land leeg. De wildernis wordt kaal. Maar als het gaat waaien, kalft de grond af. Meren ontstaan, akkers spoelen weg. Met dijken en molens geven we tegengas. We omheinen het veld, bouwen hokken voor ons vee, fabrieken voor werkers. Daar smelten we staal, bouwen voertuigen, broodroosters en kanonnen. We vliegen naar de maan, splitsen een atoom. Dat kon een knal geven. Het lot van de wereld komt in onze handen. De bodem verstikt met asfalt en beton. We kappen de wouden, vissen de zee tot het stil werd. Daar staan we nu, erfgenamen van 14 miljard jaar experiment. 3 miljard jaar leven, 3 miljoen jaar creativiteit, 300.000 jaar verhalen, 3000 jaar wetten, 300 jaar stoommachine en 3 generaties kernenergie. Daar staan we nu met beide benen op het wereldtoneel. Dat is opwindend. We zijn erbij en we kunnen alles. Het nu sleept ons mee. We zijn te druk om over de grens van onze agenda, de klok, het moment te kijken. We worstelen met targets, groeicurves en deadlines. Rennen mee als in een videogame waarin je obstakels moet ontwijken. Duiken, sturen, we rennen, duiken, rennen, sturen. Dat gaat lekker. Pompen, boren, graven, bouwen, rijden, vliegen, duiken, sturen. Dat gaat geweldig. We lijken op hol, we lijken onkwetsbaar. Wat zijn we vol? Het werk, stress en lol. In een race zonder winnaar. Het leven is best punten waard als je alle zegels spaart, online likes en lof vergaart en luistert naar je bonuskaart. We geloven de styling, kopen verleiding in een nood die niet nodig is, een doel onbereikbaar omdat je nooit genoeg bezit van iets dat overbodig is. Met nog een aanbieding verdoven we de tinteling die ons leven doet, de schittering van een warme gloed, de flonkering die ons zweven doet. Waar kunnen we heen? Online, maar ontbonden, ons hoofd verdoofd, gespannen en versnipperd. Waar kunnen we heen? De natuur geschonden, onze aandacht geroofd en heen en weer geflipperd. Wat kunnen we geven aan zorg en waarde? Wat is een goed leven hier samen op aarde? Durf je te vragen naar wat normaal is? Gaat het je dagen wat jouw ideaal is? Durf je te dromen? Waar moet je beginnen? Laat je je intomen? Houd je het binnen? Massaal zijn we eenzaam. Onze droom wordt een miskraam. We hebben immense machines gebouwd van extractie en ontginning. Zo gebruiken we niet alleen de energie en de tijd van de mensen, de dieren en het leven op aarde, maar ook de rijkdommen van al datgene dat we miljoenen jaren waren. De resten van planten en dieren uit deze oude tijd lieten onze ovens branden, onze vliegtuigen vliegen. Deze schat, samengebracht door onze verre voorouders, bracht ons in enkele eeuwen ongekende weelde, rijkdom en voorspoed. We hebben het niemand hoeven vragen. Soms spoot de aardolie vanzelf de grond uit.
En niemand vroeg ons iets toen we in één mensenleven de erfenis van miljoenen generaties levende wezens in rook lieten opgaan. Maar nu het ijs gaat smelten, het bos in brand staat, de oogst verdroogt en het weer verstoord raakt, komt het gevoel dat het niet de bedoeling is. We kunnen het niet meer ontkennen, maar het wel negeren. We duwen het weg, we schuiven het terzijde, we laten het los. Los van diepe verhalen die ons verbinden, de tijd van hier verweven met een ver verleden. Los van verbanden met onze voorouders, de generaties die nog niet gewend waren aan de onstuimige energie van benzine en elektriciteit. We zijn ontworteld, los van de seizoenen, los van waar ons voedsel groeit en van de eetdieren die we in grote kooien ophokken. Los van wie onze kleding maakt, los van wat ons pensioengeld veroorzaakt, los van wat aandeelhouders opslokken. Het is een tijd van onthechting, verbroken verbinding. We zwemmen in informatie, de berichten fragmenten, vol sensatie ontsporen onze hoop op inspiratie. Ons gevoel wordt gepakt, meegesleept in afleiding en verstrooiing. Ons contact wordt gehackt. En wat we vanavond voor 11 uur bestellen, drijft over 100 jaar nog ergens in de zee. Op onze reis in de tijd vergaten we waar we naar op weg zijn. We verloren onszelf in een tax-free zone aan de grens. De bakens van betekenis die ons leiden naar wat van waarde is, verdwenen uit ons terrein. Wat rest is een woestijn, waarin je zoekt naar waarde, maar het is allemaal reclame. Hoe leer je navigeren door dit luidruchtige landschap, waar de sirenen van de uitverkoop de boodschap van ons achterkleinkind overschreeuwen? Hoe horen we haar stem? Zien we hoe zij ons verbindt, dwars door lagen van de tijd? Zien we hoe zij relaties tussen generaties weven kan en alleen in gezondheid leven kan als wij zorgen voor lucht en water, als wij zorgen voor de bodem en het land, als we de afstand overbruggen tussen nu en later? Verder kijkend in de toekomst zien we dan alleen maar mist die onze idealen uit zal vagen en waarin onze daden verdwalen in een warboel van signalen? Of gaat er iets dagen, kan er iets komen als we naar onze dromen durven te vragen? De afstand tot de volgende eeuw is kleiner dan een haar dik op de schaal van onze reis. Zo ingrijpend anders als het leven een eeuw geleden was, zo onvoorstelbaar groot is het verschil tussen onze tijd en de tijd van onze achterkleinkinderen. We kunnen niet bedenken hoe hun bestaan zal zijn. Maar toch, ze ademen deze lucht. Ze zullen deze zee zien, ze voeden zich met wat het land voortbrengt. En ze voelen hoe hoop, geluk en zorgen zich vermengen in het streven naar een zinvol leven. Zij daar, verder in de tijd, zijn aan ons overgeleverd. Wat zij erven is zoveel kennis, maar ook zoveel onvermogen. Wij brengen hun een erfenis, of is het een schuld, van een aarde die aan het sterven is. Wij beslissen voor hen. Wij bepalen of ze vrij kunnen ademhalen, waar ze kunnen wonen of hun bestaan met wanhoop is gevuld. Maar ons kunnen ze niet bereiken. Ze zullen niet kunnen procederen, hun schade niet kunnen verhalen. Ze kunnen onze weg niet blokkeren. Hun roep kan ons niet raken. Wat zij ons vragen is niet veel. Ons offer kun je niet vergelijken met wat zij mee gaan maken.
Het stijgen van de zee, verhuizen, ontworteling, nood om droogte, ziektes van het vee. Wat wij offeren is een wereld waarin de natuur een park is, waaruit alle wildernis verdwenen is. Wat wij offeren is een wereld vol gemak en comfort, de snelle suikers van holle beloften, vol stress en drukte, vol mensen en spullen die je altijd kunt vervangen omdat ze zo snel stuk gaan. Wat wij offeren is een wereld die efficiënt is, met routeplanners en stemwijzers, vol kunstmatige schaarste van roofkapitaal en brievenbusfirma's, inspraakprocedures, compromissen, beurskoersen. Een wereld waarin je iedereen kunt bereiken, maar niemand zich laat binden. We zijn er met velen, maar sameloos. Kun je het horen? Die stem uit de toekomst, die het gat dicht, de leemte vult tussen ons leven in het korte nu, vol haast en ongeduld, en de schuld die wij door zullen geven. Weet jij waar je naar streeft? Wat je richting geeft? Welke wind blaast jouw verlangen voort? Welke winst stuurt jouw belangen? Welk geluid heb je gehoord? Weet je dat je zorgen kunt voor jouw ideaal? Voel je wat je het kind van morgen gunt? Zie je het vergezicht? Versta je de nieuwe taal, waarin een groot verhaal onze dromen verenigt?